Personeels in Vincentius Ziekenhuis staakt. Encanto wint prijs voor beste animatiefilm. En omgaan met tegenslagen in een economische crisis. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Het personeel van het Sint Vincentius Ziekenhuis staakt al 2 dagen. Ze zijn zeer ontevreden over hun directeur. Ze beweren namelijk dat die niets heeft gedaan voor het personeel sinds hij daar werkt. Wat zij hem extra kwalijk nemen, is dat hij eind van de maand maart met pensioen gaat, zonder om nog wat te doen voor de personeelsleden van het ziekenhuis. De personeelsleden van het Sint Vincentius ziekenhuis staken al 2 dagen. De directeur doet niet mee, want volgens de leden komt het door hem dat het niet goed gaat met het ziekenhuis. Meerdere leden zeggen zelfs dat het slechter gaat met het ziekenhuis sinds de directeur daar werkt. Dat van ons pensioen voor elkaar komt. Maar we zijn nu jaren verder. En meneer Hendori had al aangegeven van het komt in orde. Het wordt ingehouden, maar we zien niet waar het gaat. Ik had hem nog gevraagd. Als het wordt ingehouden en het wordt niet afgedragen, laten ze het stoppen. Hij heeft gezegd nee, volgens policy van het ziekenhuis. Maar tot mijn verbazing, ik bel haast elke maand en ik ga ook zelf langs. Ons geld wordt tot heden niet gestort. Waar is ons geld? Waar zijn we aan toe? Ziekenfonds is niet gegarandeerd. Onze loon is niet rendabel. Hoe verder met het personeel van het ziekenhuis? En ten tweede heeft men laatstelijk het personeel hier zo in 2015 overgebracht naar een algemene pensioenfonds dat door de staat is ontwikkeld. En daar moesten wij vanaf 2015 tot 2000 sparen 5 jaren, zodat de eerste persoon uitbetaald kan worden in 2021. Maar de mensen die met pensioen zijn gegaan vanaf het jaar januari 2021, zijn niet uitgekeerd door de APF. En dat is de Algemene Pensioenfonds van de staat. Wat maakt dat het voor hun een twijfel is van, zijn we wel geregistreerd? Of zijn we wel ingeschreven? De hoofdreden voor het staken zijn de salarissen en de pensioenregelingen. Het probleem met het salaris is makkelijk uitgelegd, namelijk het is niet genoeg. Maar het probleem met de pensioenregelingen is wat moeilijker. De ondervoorzitter van de Bond van Personeelsleden legt het uit. Wanneer we groter zijn geworden en we gaan werken, ben je gerechtigd om voor je oude jaren te sparen. En dat kan je vanaf 25 jaar doen. En je betaalt dan eigenlijk een klein bedragje, dat een premie wordt genoemd. En dat wordt dan in een fonds gedaan, een pensioenfonds ook wel genoemd. En daar spaar je eigenlijk totdat je 60 jaar gerechtigd bent, om dan van je pensioenjaren die je hebt gespaard in die fonds, in die pensioenfonds, dat je daarvan kan genieten. Natuurlijk wordt het door middel van een berekening uitgekeerd, dan weet je hoeveel je per maand zou kunnen krijgen. Dus, naast een te laag salaris, volgens de personeelsleden, gaat het ook niet goed met hun pensioenregeling. Een groot probleem voor de leden die al meer dan 20 jaar in het ziekenhuis werken. Het personeel gaat morgen 17 maart weer aan het werk. Maar ze laten weten dat als er aan het eind van de maand geen duidelijkheid is, zij weer zullen staken. Oude hondenhok is duizenden dollars waard door meteorietinslag en Encanto wint prijs voor beste animatiefilm. Deze berichten vandaag in ons kort nieuwsblok. Goes to Encanto. De animatiefilm Encanto, die ook bekend staat, om het lied Encanto, won bij de BAFTA Awards de prijs voor de beste animatiefilm van het jaar. De BAFTA Film Awards worden jaarlijks uitgereikt door de Britse Academy of Film and Television Arts om de beste Britse en internationale bijdragen aan de film te eren. It was my dream to want to help to create a film that I wish I had as a little girl. A film starring a family with different skin tones, different body types, different personalities, different hair. A film that tells my 2 beautiful brown children that they are seen and their stories are heard and they're important. Tussen alle bekende acteurs
En actrice zat ook Laurie van 12 in de zaal. Zij stuurde 3 jaar geleden een brief naar Disney met de vraag of er meer prinsessen met een bril zouden kunnen komen. De maker van de film Encanto zag dat en vond het een heel goed idee. Daarom draagt de hoofdpersoon van de film, Mirabel, een bril. Laurie werd uitgenodigd voor de uitreiking van de filmprijzen. Encanto vertelt het verhaal van een bijzondere familie, de Madrigals, die zich verscholen houden in de bergen van Colombia in een magische huis en betoverende plaats die Encanto heet. De populaire film is een hit sinds release in de bioscopen in 2021. Rocky's Honden Hawk zal worden verkocht voor duizenden dollars. De geschatte waarde is tussen de $200,000 en $300,000. Maar waarom is dit hondenhok zoveel geld waard? Nou, er zijn mensen die meteorieten verzamelen. Dat zijn stenen die uit de ruimte zijn gevallen. In het geval van Rocky's hondenhok is 1 van de stenen door zijn dak geboord. Hij is gelukkig niet gewond en de manier hoe de steen is ingeslagen heeft ervoor gezorgd dat er nog veel van die steen over is. Een verzamelaar heeft de familie van Rocky benaderd en aangeboden de steen te kopen. En omdat het hele verhaal best bijzonder is, is een hondenhok ook geld waard. Uiteindelijk heeft het veilinghuis Christie's, een bedrijf waar goederen of eigendommen worden verkocht aan de persoon die het meeste ervoor wil betalen, de 2 objecten kunnen verkopen. Helaas voor veel minder dan de geschatte waarde, maar voor veel meer dan je zou denken. De meteoriet, met de naam van de plek waar het is gevonden, Aguas Zarcas, had een geschatte waarde tussen de $40,000 en $60,000. Het is uiteindelijk voor $21,420 verkocht. En het hondenhok van Rocky, waarvan de geschatte waarde tussen de $200,000 en $300,000 was, is maar voor $44,100 verkocht. Dat is best wel veel geld voor Rocky's hondenhok. Er zijn mooiere ergens op een erf bij jou in de buurt. Maar dat hondenhok heeft geen meteorietinslag overleefd. Volwassenen praten bijna elke dag over gebeurtenissen zoals politiek, prijsstijgingen en dus ook over de economische crisis. Kinderen hoor je daar niet zo vaak over praten, maar juist deze groep leidt onder de economische crisis. Mindset coach Gwamungindi heeft ook deze week een tip voor kinderen die het moeilijk hebben vanwege de economische crisis. Stel je voor, wanneer je jarig bent, hebben je ouders je een nieuwe telefoon beloofd en je hebt je erop verheugd. Maar vanwege de moeilijke economische situatie gaat dat helaas niet meer door. Hoe ga je met die teleurstelling om? Hoe ga je om met tegenslagen? Bijvoorbeeld teleurstellingen, iets is op je pad gekomen, iets is niet gelukt. Bijvoorbeeld als ik iets wil kopen en het niet is gelukt, dan probeer ik het een volgende keer weer. Dus ik ga echt niet voor jou komen. Zo pecht ik tegen. Zo pecht ik. Soms heb ik leuk, soms zeg ik leugens. Soms na een paar dagen daarna denk ik, kom ik weer tot 1. Tot 1 mens, weer tot 1. En dan ben ik, ja, je hebt dat bro. Ik zou een keer zo ook een tablet krijgen, maar ik had het niet meer gekregen. Maar het is niet erg, ik had het gewoon laten. Ik was zelfs een beetje verdrietig, maar ik heb het gelaten. Ik dacht, ik kreeg hier aan de dag. Volgens Mindset Coach Gwamungindi kan je het best kalm blijven tijdens moeilijke tijden en zoeken naar oplossingen, omdat stress het lichaam vernietigt en daar hebben we niks aan. Tip nummer 3 is to be solution-oriented or solution-minded. Stress komt met heel veel problematiek zoals haaruitval, bloeddruk, soms valt je menstruatie weg. Je kan dus zien dat het direct effect op je lichaam. Wanneer je stress bent, ben je niet open. En dan zoek je niet naar oplossingen. Wanneer je stress bent, trek je terug. Je sluit je af. En dan ben je net als een shell, toch? Ga je in je shell, je sluit je af. En er is geen hoop en oplossingen in deze shell. Dus het vol met, is een bloedplek voor pessimisme en alle problemen. Het helpt je niet. En dan komen sommige mensen naar mij en zeggen, kom, je zegt toch altijd dat het leven hard is voor iedereen, weet je? Dus ik moet realistisch zijn. Het is stressvol. Wat moet ik anders doen? Realiteit is belangrijk, maar voor alles wat je wilt, is er bewijs in dit land dat er mensen zijn die het kunnen. Toch? Dus ga niet discussiëren over hoe dingen niet kunnen. Laten we discussiëren over wat wel kan en hoe we het wel kunnen doen. Dat is een zinvollere discussie.
Het is belangrijk om vooral in deze moeilijke periode op zoek te gaan naar oplossingen voor dingen die je nu niet meer zo makkelijk gedaan krijgt vanwege de economische situatie. Maar het is nog belangrijker om vooral in alle rust op zoek te gaan naar die oplossingen. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het 10 minuten jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.